Goed, we staan hier op de VASC Fun Day, ook bij Geert, Johan en Mark, de organisators van deze dag. Jongens, Geert, om te beginnen, vertel eens, wat is de bedoeling van vandaag? Oh, vandaag, dat is gewoon eigenlijk fun maken. Hè? Supporters, ouders, kinderen, als ze maar plezier hebben, dat is eigenlijk het belangrijkste. Gewoon plezier maken deze dag, pintje drinken, lachen, zwanzen en voor de rest een dag plezant proberen af te sluiten. Ik zie hier allerlei activiteiten ook achter ons met de tafelvoetbal. Wat is er allemaal gepland voor vandaag? Er is vandaag gepland een levend tafelvoetbaltoernooi. Een papascup, waar de papa's is gaan bewijzen hoe dat ze eigenlijk moeten voetballen. Want de kinderen eens kunnen toekijken naar hun vaders. Een penaltycup voor de jongsten. En dan voor de rest ja, ook veel randanimatie. Maar dat zijn eigenlijk de toernooien eigenlijk die dat doorgaan. Ja. Ja, Mark, ik denk dat het een groot succes is als ik hier zo rond mij kijk. Ja, ik denk het wel. Hè. Het is ook een unieke gelegenheid geweest om voor alle supporters even kennis te laten maken met de jeugdwerking. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is geweest. Dus de mensen kunnen zien wat infrastructuur dat wij hier hebben. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is geweest ook voor de jeugd. Het is een fun day. Dat is de eerste keer dat het wordt georganiseerd. Is de bedoeling dat dat elk jaar gaat georganiseerd worden? We gaan dat achteraf moeten bekijken. Hè. Maar ik denk wel dat er mogelijkheid in zit dat we dat volgend jaar terug opnieuw gaan doen. Ik denk dat het een groot succes is geweest vandaag. Ja, ik zie ook af en toe een kleine hint naar de andere kant van de stad. Wat is daar de bedoeling van, als we even achter ons kijken? Andere kant van de stad. De Berchem heb ik hier vandaag nog niet gezien. En voor de rest, iedereen heeft zich teruggetrokken aan de andere kant van de stad. Dus ik zou niet weten over... Oké, dat is duidelijk. Goed, bedankt Geert, Johan en Mark. En nog veel succes. Ja.